Hallo Bekletjen en welkom bij een nieuwe report van Soma. Ik heb nog even rondgekeken en ik zie daar in de verte zie ik lampjes. En verder hier was helemaal niks. Dus we gaan er gewoon op gokken en we gaan rennen als een motherfucker. En dat gaan we nu doen. Als ik nog weet wat de renknop is. Is dat nou... Oh, help. Ja, dat is L2. Oké, dank je. Dat krijg je als je meerdere games speelt, hè. Dan haal je al die controls aan elkaar. Sneller, rennen. Rennen, rennen, naar de lampjes, ren, lampjes, eet mij niet op, monster, lampje, haha. Allee, we zijn veilig, neem ik aan, tenzij dat ding de lampjes kapot gaat maken. Ik snap het eigenlijk niet, waarom zwemt dat ding niet naar de lampjes toe om ze kapot te maken? Zou wel slim zijn toch, een beetje agressief tegen de lampjes aan. En nom nom. Wat is hiervan de bedoeling? Oh, moet u die container in? Dan zijn we veilig. Zo het schijnt. Ja, laten we maar ophouden dat we veilig zijn dan. Oké. Het blauwe lampje is in zicht. We kunnen het, jongens. Rennen. Dan krijgen we echt fucking stroom tegen, maar we zijn er. Dit wordt weer een pokken eindje rennen. Hey, zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, nu. Rennen, 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 rennen. Waarom staat daar links een groen lampje? Is dat weer een nieuwe... Oh, dat is weer een nieuwe container. In de container, in de container. Containers zijn veilig. Ook al wil deze niet open. Waarom wil deze niet open? Oh, damn it, game. Nou, we zijn in ieder geval dichterbij, vermoed ik. Ga ik vanuit. Dat we nu veiliger kunnen rennen naar dit lampje toe. Dat we even een tussenpauze hebben. Ja, we gaan gelijk doorrennen. Van lampje naar lampje. Niet meer treuzelen. Gewoon doorrennen als een motherfucker. Net doen alsof er niks aan de hand is. Er is licht daar ginds, zoals je ziet. Links. Het is wat licht. Dus laten we hopen dat we er kunnen komen. Dan zijn we veilig, eindelijk. Dat zou ik zeer waarderen. Rennen. Oh. Geen idee wat er allemaal gebeurt. Nog sterker stroming of zo, neem ik aan. Het klinkt echt... Het klinkt heel hard als onweer. Oké, hier naar binnen. Oh, laden. Dat is heel fijn dat je gaat laden als ik ergens niet bij een lampje sta. Dat waardeer ik, ten eerste. Stroom, niet aanzitten. Insufficient power. Oké, dan moeten we dat eens fixen. Neem ik aan. Oké, we kunnen onszelf fixen. Dat is ook handig. Dat hebben we nog niet gedaan met dit pak trouwens. Hi, data buffer. Let's have a listen. Can you hear this? Anyone there? Nope, like me not. This is Tao. Who is this? Wow. This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tao. What? How did you came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Should. All right, leave you alone. Heard the man. We're moving out, people. Tao, keep the doors unlocked. We're coming in. Okay. Hey, kijk, the power. I've got the power! You can't see. I know. I can't. De garage? Wat is er in de garage dan? Oh, een lampending. Waarom is het hier zo fucking donker? Oh ja, we moeten dus naar de garage toe.
Lijkt mij tenminste een goed plan. Rennen. Wat is dit? Control. Observatory. Beacon offline. Oké. Okay. ACR landing. Beacon offline. Touw. Oké. Okay. Kunnen wij eraan vasthouden? Nee, we moeten meerennen. Oh god. Hey, probeer een beetje in het... Oh. Nee. Nee. Lief doen. Lief doen, lampje. Waar moet ik heen? Daarheen. Dat lampje mag iets duidelijker zijn voor mijn gevoel. Ga aan, lampje. Waar gaat hij heen? Die kant op. Oh. Dat ging nog maar net goed. Ik ben godverdomme net een kat. Volg het fucking lampje. Het lampje gaat alle kanten op. Dat ding weet niet waar die heen wil volgens mij. Fucking hell. Maar ik heb hier een blauw lampje. Holy crap, dat was dichterbij dan ik dacht. Ik had verwacht dat hij iets verder af stond. Maar hij heeft dat lampje kapot gemaakt. Bitch. Moet ik hier naar binnen? Moeten die groene dingen meestal volgen, toch? Oh, dikke laggy, dankjewel game. Oké, hier naar binnen. Ah, het is veilig. Oh god. Spinnen. Nou jongens. Als je spinnen leuk vond, dan ben je hier op het goede adres. Spintje vinden niet leuk, ja. Inderdaad, vind je spinnen niet leuk, dan ben je hier aan het verkeerde adres. We moeten groene dingen volgen, dat was nog steeds het idee. Dus doen wij dat. Links of rechts? Links? Links. Nog een keer links. Oh my god, zoveel spinnen. En nu? Oh god. Verkeerde kant op. Dat was een fucking vis met een lamp. Ik denk yes, lampje. Fout gedacht. Dat is yes, het doodlampje. Dat denk ik ver achter ons. Ja. Please, ga een andere kant op. We kunnen hier eventueel naar rechts. We wachten even wat dat ding doet. En dan kunnen we dan naar buiten. En ik weet alleen niet waar we dan naartoe moeten rennen. Maar dat zien we dan wel. Komt dat ding nog? Het is ook echt gewoon erg dat we de fucking creepy spider cave verkiezen over het water. Is hij weg? Hij is weg. Waar is dat ding dan? Waarschijnlijk is hij er nog. Dan moeten we zo weer terugrennen, vermoed ik. En niet dat hij footsie is, niet helemaal. Ik hoop het wel. Ik weet niet waar ik naartoe moet rennen. Ik neem aan dat ik die kabel moet volgen. Dat het slimste plan is. Naar die blauwe lamp toe. Naar die blauwe lamp. Rennen. Oké. Damn, dit is nog best spannend eigenlijk. En dan zei ik elke keer dat ik me veilig voel. Oh. Maar jij doet mij niet wat. Jij bent Ross. Maar dan zei ik elke keer dat ik me veilig voelde op de fucking bodem van de oceaan. Of nou ja, gewoon in het water. En dat voelde ik me op zich ook. Want dat was ook veilig. Nu niet meer. Oké, door deze shit heen. Ik zie er geen zak. Maar gewoon doorheen rennen. Doen als je gek bent. Zijn we ook wel een beetje. Ik had al lang zelfmoord gepleegd, denk ik.
Ik had echt gezegd dikke vinger. Ik doe hier niet aan mee. Zoek me iemand anders. Maak mij maar lekker dood. Hou mij maar lekker dood. En dan niet op een dialect manier van hou. Ja, yeah, creepy grot. We zitten in een grot volgens mij. Of het is hier gewoon stikken donker. Eén van de twee. Waarom kan er niet zo heel veel uit? Zolang ik maar naar binnen kan nu. Alsjeblieft. Oh, for fuck's sakes. Dat laden is zo irritant. Want het is gelijk een dikke freeze. Veilig, please, wees veilig. Please, wees veilig. Wees veilig, mag over niet uur. Open, 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 open. Ha! Mag erin, dank u. Oké, er zwemt ons niks achterna. Dan is het goed. Waarom is dit allemaal open? Waarom is dat allemaal onder water en open? Swipe om die tool. Kut, dat ik misschien beter niet kunnen. Oh ja, dat moet. God damn it. Ik had gehoopt dat alles onder water stond. Er waren we sowieso geen hond tegengekomen. Behalve visjes dan, maar. Yay, we gaan weer lopen en sneaky doen. Yay. Nou begint het weer, het andere scary deel. Het Alien Isolation deel. Het ziet er in ieder geval een heel stukje beter weer uit. Want dat water, dat was een beetje donker. Ik ben benieuwd wat we bij touw tegenkomen. Ik ben echt heel hard benieuwd wat we hier allemaal tegenkomen. Levende mensen, robots, geen van beide. Ik verkies optie nummer 3. Maar zo makkelijk zal het wel niet zijn. Helaas. Never been happier to be inside. Let's find the ark. Is dat wind of zo die er doorheen blaast? Of is dat creepy mofo's? Dive room. Airlock. Zwarte rommel. Gezellig. Alright, data buffer. Zullen we luisteren? Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys alright? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. Okay. All right. See you soon. The habitat. Dat houdt in visjes. Volgens mij. Dit baat mij een klein beetje zorgen. Die zwarte rommel. Maar, oké. We gaan gewoon vrolijk. Verder. Denk dat we game voor het laden. Dit ding bewaren. Voor als we genaaid worden, er toch een monster ergens hier. Gaat dat alarm de hele tijd af? Service station. Dicht. Wat is dit? Die robot is een beetje caduc. Er is daar een paneel. En er is hier een computer. Oké, dit is dus Tau. Tau. Nou, we weten ook dat Ross er is. Dat is een troost. We zijn nu dus bij maintenance. We kunnen verder nergens naartoe. Voor een groot deel. Dan zijn we dingen dus gelokt. Of airlocks. We hebben dus de labs waar we doorheen moeten. En van de labs moeten wij naar de living area. En daar zijn er aardig wat rode kruisjes. Dus ik weet niet of dat nou positief is. Maar daar komen we maar op een manier achter. Door door te gaan. En gewoon niet op te geven. En niet doodgaan. Misschien wel de belangrijkste.
Oké, dan gaan we door de airlock. Oh my god, kan dat nog langer duren? Nou, dan weten we dat ook. Stel, er zit een monster achter ons. Niet ontsnappen via een airlock, want dat duurt 3 kwartier. Allee, ik hoor dus nu al een monster. Normaal jullie ook. Volgens mij was die aan de linkerkant. Ik ben benieuwd wat voor een het is. Op geluid. Of eentje waar je weg moet kijken. Of eentje waar je gewoon genaaid bent. Eentje die ons sowieso dus ziet. Oh. Gezellig. Het is er dus een die ons sowieso ziet. Daar kunnen we dan toch niks tegen doen? Je kunt ook de deur gewoon normaal open doen hoor, je hoeft er niet op te slaan. Weet je wat, we gaan gewoon met onze rug naar hem toe zitten. We moeten proberen. Ik weet het ook niet. Of het met de rug naar hem toe is, want dat was die andere in het schip. Helemaal in het begin. Maar deze is volgens mij gewoon op. Of die je ziet of niet. En hier per se heb geluid. Misschien wel trouwens. Want als we naar hem toe kijken, dan begint de shit te trillen. Dus. Hij loopt rondjes. Hij komt alweer hier naartoe. God damn it. Ik wil niet de hele tijd in hoekjes blijven zitten, dat is zo stront-irritant. Hij loopt opeens wat sneller. We gaan niet naar hem toe kijken. En hopen dat dat een manier is. Oké, we gaan gauw hier naar binnen. We gaan ons even healen. Als dat wil, zonder dat hij ons ziet. Of hoort. Of nooit. Oké. Local map. We zijn nu daar. Intercom. Available offline, online. Anyone there? Hopelijk lokt hem dat weg. Oké, hij weet dus dat iemand bij de infirmary is. Volgens mij staat meneer achter mij. Ik heb zo'n klein donkerbruin vermoeden dat meneer achter ons staat. Ik heb ook zo'n klein vermoeden dat hij ons heeft gezien. Ik weet niet wat hij doet. Hij ziet ons alsnog, dus het is niet echt op sound volgens mij. Deze man naantje sowieso, zeg maar. Dat is mijn conclusie. Fijn geweest dat ik de map nog even kon zien.
is rustig. Oké, okay, even gauw back. Output history? Nee, dat boeit me niet. Oh. Local map. Oké, okay, rechts en dan links en dan rechtdoor door de airlock. Loopt hij door? Hij loopt door. Hij loopt niet door. Hij loopt daar ergens. God damn it. Oh fuck, hij kan daar een rondje lopen, dat wist ik niet eens. Het is zo fucking donker daar. Nee. Wij gaan gauw hier naar rechts en hopen dat hij niet daar terugloopt. Hopen dat hij links blijft. Doet meneer niet, want dan loopt hij godverdomme parallel met mij mee. Dan gaan wij daar via rechts. Zolang we maar om... Zolang we om hem heen lopen. Komt die bitch daar weer. Kan hij nou gewoon eens even blijven lopen waar hij blijft? Lopen, dinges. Aangezien dit jarenlang duurt, gaan we even hier naartoe. Ik weet niet wat hier te beleven is. In ieder geval geen healing in alles. We kunnen hier wel ergens achter gaan zitten. En dan wachten we tot we zijn geloop niet meer horen. En dan gaan we naar de airlock toe. Hopelijk kunnen we hem buiten sluiten bij de airlock. Maar ik hoor hem nu al rechts van mij lopen, dus op zich is dit niet zo'n goed teken, want hij is nou doorgelopen naar het andere gebied toe. Hij loopt echt gewoon naast ons. Of dat is een nieuwe dude, dat kan ook. Hij loopt nou hier binnen. Als hij het nou voor elkaar krijgt om ons te vinden... Nou, ik zeker dat die game niet helemaal klopt, omdat mensen ons door muren heen zien. En dat vermoeden had ik al, namelijk. Zolang hij maar een keer wegloopt, dan kunnen wij naar rechts toe. Het is nu echt gewoon een dom waiting game. Waiting Simulator 2015. Oké. Okay. Nou, voetstappen zijn weg. Stappen zijn terug. Hij staat precies in de opening, zo'n beetje voor mij. En het probleem is, ik weet dus niet wat hij doet. Volgens mij is hij gewoon eentje die ziet. In tegenstelling tot proximity, zeg maar, op geluid. Aangezien we ergens in een fucking donker hoekje zaten en hij zag ons. En ik maakte geen geluid, dus... Maar als hij nou eens kan leave uit deze kamer, zou super fijn zijn, dan kunnen wij naar rechts toe. Er zijn er echt twee volgens mij, er loopt nou ook rechts heen hier. Of dat is hij. Oké, okay, hij reageert wel op geluid. Ik denk, we testen het gewoon. Dat zeker doe ik niet. Nou heb ik in ieder geval, daar waar ik heen wil, heb ik hem weg.
Maar dan moeten we nog weer langer wachten. Yeah. Ik kan er eventueel zijn glasding meenemen. Want ik weet dat hij daar... waar wij net stonden waar de map was. Als hij daar ongeveer loopt. En ik gooi een glas de andere richting op waar we vandaan kwamen. Dan weet ik dat hij daar naartoe loopt. En dat we normaliter geen problemen... geen problemen meer moeten hebben. En ik hoop dat ik een airlock dicht kan doen. Zodat we hem buiten kunnen sluiten. Maar ik ben bang van niet. Oh, dit is echt Waiting Simulator aan het worden, man. Ik haat dit. Ik haat dit echt hard. Ik vind Waiting Simulator vind ik zo kut in een game. Je kunt er gewoon niks doen. Je moet gewoon dom wachten omdat hij zijn routine moet afmaken en moet opbokken. Dus je zit hier maar gewoon dom. Hij loopt naar links van mij zelfs. Want hij is nou gewoon binnen in dezelfde ruimte. Nu voor al een minuut lang. Maar we gaan ervoor. Haal op weer terug. Zie? Die bitch loopt weer terug. Je krijgt niet eens de kans om naar buiten te lopen, want dan is hij alweer terug. En nou loopt hij waar ik godverdomme naartoe moet. En wedden dat ik nou hier ga hiden, dat hij straks... Weet je dat hij hier naartoe loopt? In plaats van nou de kamer in te gaan, waar hij net de hele tijd naartoe liep toen wij daar zaten, gaat hij waarschijnlijk nu hier naartoe. Zie! Nou gaat hij die kutkamer van hem weer niet in hoor. Want nee, ik weet stiekem dat de enemy hier zit. Dus wat heb ik in die kamer te zoeken? Gaat hij nou links of naar rechts? Links. Doorlopen, doorlopen. Hij is achter ons. Ik ga hier hiden en hoop dat hij ons niet ziet. Oké, met mijn rug naar hem toe. Wedden dat hij ons ziet. Wedden. Of hij moet naar buiten lopen nu weer. Maar dat is echt typisch voor dit type game ook. Het is op een gegeven moment een fucking waiting simulator. Omdat ik ergens een hekel aan heb. Want ik verdoe jullie tijd en ik doe mijn tijd. Met gewoon dom wachten totdat een AI figuur wegloopt. Holy crap, waardoor werden wij gehit? Oké, ladder. Ladders zijn veilig. Denk ik. Dat is voor mijn ding van langs, volgens mij. Nou, hij kan toch geen ladders beklimmen. Stel, er komt er een van voren, dan klim ik hier ook naar de ladder toe. Ik vind het wel best. We gaan verder in de volgende part. Hopelijk zit er dan wat meer schot in de zaak, want dit haat ik echt super hard. En dat weten jullie als goed is ook wel. Als ik ergens een hekel aan heb, is het wachten. Sowieso in het echt ook. En helemaal in games. Want je bent gewoon dom je tijd aan het verdoen. Je bent de game aan het rekken en eigenlijk wat gewoon onnodig is. Helemaal als je echt gewoon 10 minuten lang in één kamer zit. Omdat de enemy net 3 meter van de deur wegloopt. En je weet dat als je door de deur heen loopt, word je genaaid. Dus je moet wachten tot hij verder wegloopt. En dat doet hij niet, want hij gaat de hele tijd naar je eigen kamer toe. En dat zag je net. Ik ga de andere kant op en hij komt niet meer in die kamer. Dus de AI is te irritant qua dat. En daar heb ik een scheidhekel aan. Dus ik hoop dat het zometeen beter gaat. Dat we minder van deze momenten hebben.
Anders, ik kan wel gaan rennen, maar ik denk niet dat we die lui kunnen outrunnen. Dus dat is een beetje het probleem. Maar we gaan het gewoon proberen en ik ga er wat meer actie in zetten en minder wachten, want ik vind dit zelf echt hatelijk. Laat in de comments even weten wat jij hiervan vindt. Of je het echt irritant vindt dat een game een waiting simulator is, zeg maar, of niet. Ben ik heel erg benieuwd naar. Dus laat het even weten in de comments. En ik hoop je weer te zien in de volgende video. Laters!